Shalom haverim, goeiemorgen, goeiemiddag, goeienavond. Welkom bij les 22 van de basiscursus Hebreeuws van Jagesma. We gaan lezen in deze les Genesis 15 vers 1 tot en met 9. Baruch donai Adonai Eloheinu menacham lam, asher kidushanu beshem mashiach Yeshua, vatzivanu al jogbedi frei Torah to, amen. Genesis 15 vers 1 tot en met 9, les 22 dus. Schrift- en klankleer, vertaling en grammatica en de herhaling van de woordenschat. Dat gaan we ook in deze les doen. Schrift- en klankleer gaat dit keer over de laringalen. Een heel belangrijke regel bij de laringalen is dat die geen dragues forte kunnen krijgen. Een keelklank kun je niet verdubbelen. En als er dus geen Darisch forte kan staan, dan moet daar een compensatie voor worden gegeven. Als je de letter niet kunt verdubbelen, moet je de klinker verlengen. Korte A wordt lange A, I wordt E en de U wordt O. Dat is de regel. Korte A, patach, wordt kamats. Girek wordt tsere. De I wordt een E. De shurek wordt een golem. De U wordt een O. Dat is de compensatie en de verlenging van de klinker. Bij de laringale. Compensatie. Kijk maar bij Latiga, paragraaf 11b. In hoofdstuk 14, vers 15 geeft hij dan een voorbeeld. Laten we maar eens even kijken. Hoofdstuk 14, vers 15. Beginwoord, wa galek komt van galak. Verdelen, wa galek, is de neval. Nifal, dat weten we, waar jik uh, ketol. Wajik tol, als voorbeeld. Uh, de koef wordt dan verdubbeld. Dus blijft de chirek staan. Waikiktol. Wajiketol. Dat gebeurt hier natuurlijk niet. Waikchal lok. Doen we niet. Er komt een andere uh, klankconstructie tot stand. bij de girek. De girek dus van jik. Tol wordt verlengd tot Serei, want Shirek wordt sere, Patach wordt Kamatz en Shurek wordt Golem. Dat is de, zijn de drie regels voor de compensatie en de klinkers. Vayegalijk wordt het dan. De GET had een dag is voor moeten hebben, net als bij Vayek Kan niet, want de GET is een laryngaal, dus een C, valentijksale. Tweede kenmerk van de valentijksale heb ik al eens eerder genoemd. Ze hebben een aantrekkingskracht op a-klanken, zoals jagersma. Dat zegt. Ze zijn organisch nauw verwant met de a-klank. Dus dat is nog mooier gezegd natuurlijk. Korte klinkers voor en dikwijls was ook na de he. Met een dagesh, de get en de ein worden vaak vervangen door een patach. Dus een patach in plaats van een shawah, bijvoorbeeld. Of een eh, patach furtifem wordt een volle patach, een vluchtige patach. Eh, zoals je weet, patach teken plus shawah. Zoals hier bij Alehem, dat is een vluchtige patach. Dat eh, is toch wel de neiging om daar een volle patach van te maken. Dit is een mooie manier om die regel te formuleren, want je krijgt niet de regel en alle uitzonderingen, maar je krijgt een aanwijzing om te verklaren wat je op het scherm ziet staan, wat je in je tenag ziet staan. Dat je niet verbaasd bent dat je een A-klank krijgt bij een lange gaal waar je eigenlijk een O-klank verwacht. Nu is er een extra probleem, want er zijn werkwoorden die hebben zowel in de eerste, de tweede als de derde positie. Dus de eerste drie medeklinkers, dat zijn meestal alle medeklinkers, dat zijn laryngalen. Dus dan zijn ze primair laryngalisch. Dus lamed of lamed-laryngaal. Lamed staat dus voor de eerste. Uh, nee, sorry. Een, een p gutteraal, want de p staat voor de eerste. En dan een ein gutteraal, ein ein. Werkwoorden. Maar dan ook een lamed -guturaal. La met he bijvoorbeeld, of la met ein werkwoorden. Primae, medié, tertiae, laringalis. Hij gebruikt de Latijnse termen. Primae, laringalis in de eerste positie. Primae van prima en primus, eerste positie. En dan de datief. Op de derde plaats een laringaal. Medié, op de middelste positie een laryngaal. Tertiae, op de derde positie een laryngaal. Ook voor de rees, strikt genomen geen larigaal, wel een gutteruil, worden korte klanken soms tot patag, paragraaf 11c. En dat zie je bijvoorbeeld bij de werkwoordsvorm Yishma, tertiae larigaal. Dus we zeggen niet Yishmo, Yiktol zou het toch moeten zijn. Dus ook Yishmo, of Yishmoa, noemen we niet Yishma, de patag. Dus hier gaat de golem naar de patag, dus een lange klinker wordt juist ingekort. Dus we hadden compensatie, dan wordt de korte wordt langer. He, de Patach tot Kamats, de Girek tot Sere, de Shurek tot Golem. En hier hebben we het omgekeerde. Eh, patachisering. Het woord bestaat natuurlijk niet. Maar de Golem, de lange klank, in bijvoorbeeld Wayik Tol, dat wordt nu een korte a klank Want Larihalen. We hebben een organische verwantschap met de a-klank. Goed, dat is eigenlijk wel helder en mooi geformuleerd omdat het je de kans geeft om verschijnselen in de tekst op die manier rustig te verklaren. En ik neem aan dat dan uh, dit voor, niet voor niks geschreven is, maar dat we in de tekst die we krijgen, uh, dat soort verschijnselen ook aanwezig zijn. We gaan lezen. Genesis 15 vers 1... Ik wilde daar een beetje een standaardisering voor uitvoeren. Ik lees het één keer snel, ik lees het één keer rustig, en daarna gaan we meteen de losse onderdelen vertalen. Dus in de rustige uitleg hak ik het in stukken. Agar hat varim ha ele, hayade var adushem el avram, bemacha ze lemor, al tira avram, anochim lach Sechor ga haar Agar Agar hadvarim ha'ele. Na deze dingen. Agar. Het is wel handig van deze biblewebapp.com. Dat je door aan te klikken het werkwoord vertaald vindt. Je vindt alle uh, vertaalmogelijkheden. zoals die in de vertalingen gangbaar zijn. Dus Agar. Nadat Hadvarim de dingen van Dawar. Het is iets wat je zegt, het is een woord, maar het is ook een daad, het is een handeling, het is een gebeurtenis. Dat is die prachtige dubbelzinnigheid van dawar. Haele is samengesteld uit het lidwoord he. En dan verwacht je een verdubbeling plus een patag. Dus de he plus de patag. En dan de verdubbeling van de volgende medeklinker. Dat is het lidwoord, dat maakt het lidwoord uit. Maar die eerste letter hier. De alef is een larigaal, wordt niet uitgesproken, maar wordt ook niet verdubbeld. En de uh, tsere die daar staat, geeft dus. Um, nee, met het tsere hebben we niks te maken. Maar met de kamats hebben we wel te maken. Dat is compensatie voor het niet kunnen verdubbelen van de alef. Hè, dus voorafgaande aan de larigaal wordt het patach tot een kamats. Vanwege de compensatie voor het niet kunnen verdubbelen van de eerste medeklinker. Kan worden gebruikt voor datgene wat erop slaat, hier niet. kan worden gebruikt volgend. En dat is hier het geval. Deze dingen dus. Agar hadvarim haele, Dat is de tijdsomstandigheid. En dan krijgen we pas het werkwoord dat de gebeurtenis aangeeft. Haya werd of kwam of geschieden. Typisch een vrij. Er staat de vertaling met geschiedenis. Geschieden. En dan staat er eigenlijk, als je zo kijkt, een woord van de Heeren. Maar vanwege de statig constructus mag je rustig dat woord eh, het, 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 het bepaald lidwoord toevoegen, want door de toevoeging van de godsnaam wordt dit bepaald. Dus dan is het lidwoord overbodig. De var eh, de var Hashem. Moet je eigenlijk zeggen, de war Hashem. Als we op deze manier het de te nacht lezen en vertalen, dan is de godsnaam toch het beste met Hashem weer te geven. Adushem, eigenlijk hoort dat niet. Eigenlijk hoort dat niet. En dat is zelfs te vinden in de Kitsusho Ganaruch, dat dat niet moet. Dat je eigenlijk geen Adushem moet zeggen. De war, uh, wat hebben we dan afgesproken? De var Hashem, zeggen we dus. Hayade var Hashem en Avram kwam het woord van de heren, werd het woord, geschiedde het woord des heren tot Abram. Be-machazè, een visioen, en dit is een interpretatie in extase, machazè, gaza, aanschouwen, machazai. het aanschouwde, dus het visioen. Zeggende vertalen we dan altijd lemor om te zeggen... En zei al tira, nou tira is een interessant werkwoord, want dat bestaat uit drie zwakke medeklinkers. Het is dus een p j waaf werkwoord. De eerste radicaal is dus een J, maar in sommige vormen een waaf. Uh, dat zie je bijvoorbeeld in de, nou laat dat maar even zitten, dat vind je bij Lettica wel. De tweede letter is een race, dus een laryngaal. De derde letter is een alef, dus ook een laryngaal. Wat uh, betekent dan al tira? Ja, het lijkt al gauw op iets wat met uh, raa te maken heeft. Wat trouwens ook drievoudig zwak is. Maar dit is jare, vrezen, in staat van uh, vrezen zijn. Een uh, tira en niet tiro. Altiro, uh, je zult niet vrezen. Jare, in, uh, uh, hier zie je in de derde betekenis, vaak in de psalmen. Je eren, respecteren, onder de indruk zijn van, enzovoort. Dus Altira, vrees niet Altira, helemaal afgesleten tot een vaste idiomatische uitdrukking. Ehm. Um, het is een dubbel zwak werkwoord, een drievoudig zwak werkwoord, zegt Iages maar ook. Het hoort bij de Laberth-Alef-werkwoorden. En Al-Tira frilis, niet is een min of meer vaste uitdrukking, zegt hij nog. Waarom moet Abraham niet vrezen? al Abraham vreest niet Abraham. Anochi-Magen, ik, de volle, volle, emphatische vorm van Ani, van ik. Anogie, ik hier. Ik daarentegen, ik tegenover alles, Magen lag. Dat is eigenlijk Magen-lega. Lega voor jou. Maar vanwege hier de versdeler. Ach, hoe heet dat die ook alweer? Ik schiet mijn schogoltaat binnen, maar ik vergeet dat altijd dat soort termen. Analogie: magen lecha. Magen betekent schild. Dat gaan we even controleren. Een schild. Ik weet niet wat een bakker is, maar dat zou ook een term zijn voor een schild. Ik ben jouw schild. Want ik ben degene die iets voor jou tegenhoudt. Magellaga Segor. Euh, segar, beter gezegd. Betekent beloning. Segorcha. Het accent op de laatste kamat staat in een gesloten lettergreep. Dus dan weet je het wel. Segorcha harbemeot. In. Euh, ja, veel, zeer, in hoge mate. Zeer groot. Ik ben uw zeer grote beloning. Niet, uw beloning zal heel groot zijn, want... ...anogie magendega. En Segorga zet dat voort. Anogie sagorga Segorga. Harbemio. Eventueel zou je kunnen zeggen, Harbemio slaat op Laten beide terug. Ik ben in hoge mate een schild. En ik ben in hoge mate... J'w'loon. Magen, Segorga. Na deze woorden, dat zal zeggen, gebeurtenissen, vertaalt Jagersma, Gebeurde. Geschieden kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Zeggende: Vrees niet, Abraham. Ik ben een schild voor jou. Ik ben jouw schild. Letterlijk, ik ben een schild voor jou. Je loon. Uh, zal heel veel groot zijn, zegt Jagersma. Ik denk dat dat niet het geval is. Ik denk dat de een vertaling hier letterlijk vertaald. Ik ben jouw loon zeer groot. Ik zelf ben jouw beloning. En niet ik ben de bron van jouw beloning. We gaan naar vers 2: Be Avram Adonai. Adonai, Matitenli. Be Anogiholeg Areri. Hoe meshek beti, hoe dan meshek eliezer. Nou. Dat zondig ik weer tegen mijn eigen uh, overwegingen. Goed, wat Jonge, Avram en Abraham zei, Adonai, mijn heer of heren, Adonai, en dan hier de godsnaam. Dus dan hadden we moeten zeggen, Hashem. Uh, Adonai Hashem. Heren, heren. Eerst met een kleine letter en dan met een grote letter. Um, Here, heren. Mati Tenli, wat zul je mij geven van Nathan? Tweede persoon. Mannelijk enkelvoud. Prefixconfiguratie toekomende. Tijd, zeggen we meestal. Wat zul je mij geven? De anogie. Nou, prachtig tegenover het anogie. Dat hier gebruikt werd, door de Heer God gebruikt werd. Ik ben jouw schuld. He? Ja, maar ik, holeg Ariri. Ik ga weg. Ariri. Ja, eenzaam of kinderloos. Hoeven Meshek. Ja, maar zegt dat is een. Vrijwel onbekende uitdrukking. Ja, we zeggen meestal: De zoon van mijn bezittingen. Ben Meshek. Bezitter. De bezitter van mijn huis. Ben Meshek beti. Dus hij die over mijn huis als beheerder is aangesteld. Hoe? Dameshek Eliezer. Ja, dat is de Damaskener Eliezer. De Damaskener Eliezer. Bezorger van mijn huis is hier vertaald. Ben Meshek. Zitten daar nog bijzonderheden in? Nee. Tweede zinsdeel van vers 2a. Tweede zinsdeel van vers 2a. Is net als een omstandigheidszin die terwijl, met terwijl. kan worden vertaald. Ja, dat zie ik niet helemaal. Uh, het gaat om het volgende. Abraham sprak: Heere, heren, wat zul je mij geven? We, ah ja. Uh, wa anogiholeeg. Tegwijwijlijk. Dus de omstandigheidszin is dan dat hij eenzaam is en kinderloos is. En de beheerder van zijn huis, de Damaskener, de buitenlander, en Jezer is, is. En dan geeft dit zinnetje dus, waar analogie, enzovoort, dat is de omstandigheidszin. De omstandigheidszin. Maar waarom niet te vertalen gewoon met omdat? En dat, dat vraag ik, dat zeg ik, omdat ik zonder kinderen heen ga. Verder geen moeilijkheden, dus we kunnen vertalen. En Abraham zei, heren, heren, wat zult u mij geven? Omdat ik immers kinderloos heen ga. En de beheerder van mijn huis, deze damaskener en er zal zijn. Vers 3. Bijom en Avram, hen li, lo natatazara dihine zara, dihinei wen beti joresh oti. Bijom en Avram, en Abraham zei, ja ging voort te zeggen, want hij zegt het hier al, hè. Abraham sprak, Net alsof hier een soort van pauze valt, en dan gaat Abraham weer verder. Jom en Abraham. En Abraham zei bovendien nog: Henry lie, Henri, li, eh, ja, zie, Henry lie, eh, zie toch, zie toch dat heen. Eh, behold, zie hier. Dus dat is de korte vorm van hinee. Hein en hine zijn dus verwant aan elkaar. Hen, lie, zie wat er aan mij is. Hier zit de pauze. Heen, lie, zie toch aan mij, zie toch naar mij. Lo natata Zara, jij hebt niet gegeven een nakomeling. De hine, nog een keer, Hein, de hine, en nog een keer, en zie. Wen beti, een zoon van mijn huis, iemand die dus in het gezin van Abraham wel geboren is, Yoresh, eh, oti, zal van mij erfen, zal mijn erfgenaam zijn. Ja, maar dat kan toch niet. We gaan even weer omhoog naar vers 4. We kijken even naar de bijzonderheden. Yoresh, in... Eh, Heen heeft dezelfde betekenis als hier. Nee, dat is duidelijk. Jores participium actief en enkevaar cal van Yarash. Dat met erfen van moet worden weergegeven. Uh, Komt twee keer in versie. vers 4 voor. In 3 dus hier. Jores Oti. En hier, Lo. Oh, dat is vers 4. Daar gaan we straks naar kijken. Geen verdere bijzonderheden dus in vers 3. We gaan naar vers 4. Wehinei, de waar Hashem elav lemor, lo yiroshchaze, ki imasherietze mimeacha, hu yiroshchercha. Oftewel, wehinei en zie de var Hashem, het woord van de Heere, elav tot hem. Bijna alsof wehinei een goed werkwoordvorm is en zie. Dat betekent dan dus hier van, daar zie je het gebeuren. Het woord van de Heerde kwam tot hem. Elav. el plus het suffix mannelijk. Enkel fout, J. Waaf. Lemor zeggende, Lo Jiroshhaze. Nou, waarom het Jiroshha moet zijn, mag je zelf uitzoeken. Dubbele J, want het werkwoord is Jaresh. De werkwoord komt inderdaad twee keer voor in vers 4. Niet deze zal jouw erfgenaam zijn of zal van jou erven. Het op het suffix ga, wat hier staat. Suffix ga. Kan ik dat apart? Nee, wil ik niet apart uitklikken. Loyalus ga zijn, niet deze zal jouw erfgenaam zijn. Ki in maar. Samen betekent dat gewoon maar. Je zou zeggen dat als maar hij die, maar degene die jeetse gaat, die uitgaat uit jouw ingewanden. Organs of procreation, in vrouwelijke zin dan natuurlijk, de baarmoeder. Meijer, meijer, ni uit jouw ingewanden voort, uit jouw. Mannelijke organen voort. Hoe Jerochega, die, dus nadat zij, niet deze, maar kiem Hoe, Loze, niet deze, kiem Hoe, maar daarentegen deze, die uit jouw ingewanden voortkomt, Jerochega zou jouw erfgenaam zijn. Wie meer samenstelling van min, van me dat lichaam betekent, dat alleen in het meervoud voorkomt. Ja, maar wat is ook uh, specifiek de betekenis kan hebben van baarmoeder en van voortplantingsorgaan. Met het suffix ga. Vertaling kan dus luiden, en zie het woord van de Heer kwam tot hem, zeggende deze zal niet van jou erven, maar die uit jouw lichaam komt, die zal van jou erven. Dus lo ga gazé, niet deze zal van jou erven, ki maar degene die uit jouw lichaam voortkomt, die uit jouw voortplantingsorgaan voorkomt, hoe Jirashen ga, die zal van jou erven. We gaan naar vers 5 nu. Vers 5 begint hier. Bajotzeo toa hutsa, bajomer, abedna ha-shamayma, usfor ha-kogafim. Imtuhallis porotam. Bayomerlo. Koyiye zarecha, Prachtige zin. Bayotze. Hij leidde hem naar buiten. Let op. Met die golem. Is dat natuurlijk een hefiel. Bayotze. En hij leidde hem naar buiten. Hagutsa. Dat is naar buiten. Goeds is buiten. De he is hier. Ehm. Um, ja, lidwoord. En dan verwacht je eigenlijk een kamas hier. Maar dat gebeurt niet. Je verwacht een kammat. Je zou kunnen zeggen: De patag. Vertiefem is hier een patag geworden. Maar ik zou weer een kammat verwachten. Een goetsa. Kan ik niet helemaal verklaren. En hij zegt er ook niks over. Goetsa is een samenstelling van goeds Met de locatiefes heen Dus goets is buiten. Goetsa is naar buiten toe. Let op, geen suffix. Met de dages erin, maar een los suffix. Is dus die locatieve, anders zou het zijn haar buiten. Achutza, Wajomer en hij sprak habet na. Habet is een interessant werkwoord. Na wat. Opkijken. En dan habet is de imperatief daarvan. De imperatief... Uh, van de hefiel van Nabat, is dus uh, opkijken. Hefiel is dus dezelfde betekenis als de Piel in dit geval. Kijk toch op, kijk toch op, Hashamaima. Hashamayim de hemelen. Shamayim, hemelen. Hashamayima, He hier zie je mooi het lidwoord, He, Patach en de verdubbeling van de en Dat had je dus. Hier heb je compensatie moeten hebben, maar die staat er dus niet. Ha En dan zie je dat je die, als je die regels kent, ben je er nog niet uit. Hè? Ik zou wel geïnteresseerd zijn in wat de Masoreten hierover zeggen. Ha in de richting van de hemel. Kijk naar in de richting van de hemel. voor. Dus voor betekent tellen. En hier, net als ketol, de imperatief is. Oesfor ha Tel de. Sterren, en tel de sterren. Kijk omhoog naar de hemel en tel de sterren. Intu galispor spor, otam. Of je ze kunt tellen. Kun je ze wel tellen? Die spor, precies hetzelfde. Kun je ze wel tellen? Toen deed hij hem naar buiten te gaan en zei: Ziet toch om naar de hemel en tel de sterren. Indien je ze kunt tellen. Jommerlo en dan komt er dus een tweede aparte uitspraak Daar dit alles want we nemen aan Abraham krijgt ook even de tijd om naar de hemel te gaan en die begint als waren de sterren altijd wat te tellen en dan zegt de Heere God tegen hem ko ji je za dat is indrukwekkend hè, Abraham staat daar te tellen en hij is ongeveer bij 80, 90 en hij weet dat hij er nog een paar honderden tegemoet moet gaan, misschien wel duizenden en dan zegt de Heere God, zo zal jouw nageslacht zijn. Zar erga. We kijken naar vers 6, dat is een korte, maar wel een hele belangrijke, waar heel veel over te doen is. We he amin basheem, We yachshe ve ha lotzedaka. We he herstelde zijn vertrouwen op he, van Amman. Maar we hebben het te maken met de Heer viel. Geloven in. Vertrouwen stellen op. Geloven. En hij stelde zijn vertrouwen op de heren. Bij Sheveha van Gaashaf. Bij Yach Sheveha. Um, dat is gewoon kal. Denken. Een oordeel vellen. Tellen. Rekenen als. Uh, waarderen. Gewoon in de kal. En hij rekende het. Dat is die he. Met kamats eronder. Hij rekende het. Nou. Amina is een vrouwelijk woord. En dat betekent geloof of vertrouwen. En dat is natuurlijk. cognate noemen ze dat dan. In het Engels. Dat is uh, aan de stam verwant. Komt uit dezelfde stam en wortel voort. Als Heemin. Emuna betekent vertrouwen of geloof. En dat is een vrouwelijk woord. Dus hier zou heel goed bedoeld kunnen zijn, maar En hij rekende het lo hem toe als gerechtigheid. Hij vertrouwde op de heren en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Maar wie doet nou wat? Is het nou Abraham die op de heren vertrouwt en de heren. Rekent dat vertrouwen hem toe als gerechtigheid? Dat lijkt voor de hand te liggen. Dat is moeilijk te begrijpen. Hoe we dat suffix h moeten verstaan. Sommigen hebben deze constructie geprobeerd. En hij, dat is Abraham. Geloofde in de Heer. En hij, dat is God. Rekende. Sorry, dat is Abraham. En hij rekende. Het. Maar wat dan? Wat is dat het dan? Maar kan dat nou op terugslaan? Hij rekende het onbepaald Hem, dat is dan A God, toe als gerechtigheid. Hij verklaarde God gerechtvaardigd. Ik denk niet dat dat werkt. Nee. En hij vertrouwde op de Heer en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Dat tweede, zal toch ook de Heere God zijn die dat toerekenen doet. We gaan naar vers 7.

hier uitladen. To lieren hout Ook bevrijden. Die jouw suffix ga voor de tweede persoon mannelijk enkel fout die jou heeft uitgeleid uit het oer van de Kasdien. De Chaldeeën. Het oer der galdeeën, La tetele ga om te geven, een infinitivus van doel, van purpose. Om jou te geven het haar, het haar zo, dit land, le rista. Daar zit weer dat jirash in. dat jaras. Hier de oorspronkelijke wortel, yaresh uh, Le rista. Um, <tossimus> dat is wel belangrijk, gewoon een kal met een voorzetsel en het suffix ha, om haar te doen erven. En hij zei tegen hem: Ik ben de Heer die jouw oordeel Galdeeë heeft doen uittrekken. om aan jou dit land te geven. om het te erven. om het erfelijk in bezit te nemen. is de mooie term van de statenvertaling. Ja, dat is wel mooi. Dan gaat dus dat geloof in de Heer vooraf. dat vertrouwen in de Heer gaat vooraf. De Heer heeft dus net gezegd: <coughs> jouw zaad zal dat en dat zijn. Maar. Abraham eh, is ook maar een mens, dus hij vraagt toch nog om een bevestiging van deze belofte. Dat krijgen we in vers 8. Wajomar. Want hier hebben we de ad dus vers delen. Dus Wajomar wordt Wajomar. Wajomar Adonai. Ik zal hem even, even lezen gewoon. Wajomar Adonai Hashem Bama ki Irashena. Wajomar en hij sprak. Heer, heren. Bama, met wat? Ma zit daarin. be is het voorzitsel. Met wat? Met welk middel? Eda zal ik weten van Yada. Eerste persoon, enkel verhaal, prefixconfiguratie. Gewoon de kal zal ik weten. Ki Irashena. Dat ik haar mag. Beërfen. Dat zit in dat na eh, aan het eind. Eh, irashena met suffix vastgemaakt aan een oude uitgang. Nou, dat is even wat we moeten onthouden. Eh, je kunt allerlei pogingen doen om dit te verklaren, dat na. maar hij zegt simpelweg dat die noen, dat is een oude uitgang, dus dat is een restant van een oudere taalfase, dus zou je dat mogen opvatten als een wat plechtiger eh, uitspraak. Alsof, dat gebeurt als je een oudere taalfase gaat spreken, alsof Abraham onder de indruk is van wat hij hier mag zeggen en dan als het ware intuïtief terugvalt op wat voor hem ook een archaïs, een wetstaal taalgebruik zou moeten zijn. Is dat denkbaar? Ik weet het niet zeker. Edaki Irashena, dat ik haar zal beërven. Die he aan het eind is geen probleem, dat is gewoon suffix van de vrouwelijke vorm. En uh, Irashena, ik zal haar beërven. Waaraan zal ik weten dat ik haar beërven zal? Dat ik het erfelijk bezitten zal? We gaan naar vers 8. Nee, dat was vers 8. We gaan naar vers 9. We gaan naar vers 9. Um, aantal onbekende woorden. Ik lees voor even. Jommer en laaf, khali, egla, meshouleshet, de ees meshouleshet, de ayel meshoulaas, de tor, meshoorzal. Nou, de hele reeks van dieren. En hij sprak tot hem: khali, khgavalakach. En. Nou, net als ketol en sefor, Imperatief. Geen o-klank, maar een a-klank. Kega, Want ja, gutteralen of lijngalen trekken a-klanken aan. Nou ja, egla. Een jonge koe. Mesoleshet. Ja, driejarig. Niet helemaal duidelijk wat dat is. Het is een participie. Vrouwelijk, dat zie je aan de uitgang, taf. Mesoulas, mesouleshet. Um, ja. Zijn het nou drie jonge uh, koeien of een driejarige koe? Dat is niet helemaal duidelijk. Ik neem me vaag te herinneren dat Rashi spreekt over drie ervan. Dus over drie. Uh, in onderscheid tot hier die uh, stier. En. Uh, Sorry, de, de, de tortelduif en de jongenduif, eh, daar niet drie van, maar maar één van. Maar bijvoorbeeld ook de ram, drie rammen. Eh, dus betekent het nou eh, stier drievoudig, eh, geit drievoudig, ram drievoudig, of oh, betekent het driejarige eh, stier en driejarige geit enzovoort. Dat is niet helemaal duidelijk. Um, hier trouwens dat mechouleshet um, mechoulage bij ein ein werkwoorden hebben we natuurlijk ook een poel. Poel is de passieve vorm van de pial dus kitel is de pial en kutal is dan de poel. maar dan hebben we weer te maken met die onregelmatigheid van werkwoorden die in de tweede radicaal in de tweede positie een larigaal hebben, ein-eind werkwoorden, zoals um, uh, dus bij het werkwoord um, de poel van chaloch, uh, um, ja, mechalash, mechalash is een piel participie Meshoulas is een poel participium. Uh, die heet Polal trouwens bij die Ein-Ein Maar hier is geen sprake van een Ein-Ein werkwoord. Hè? is een voorkomen regelmatig werkwoord. En dan krijg je Meshouleshet. Meshoulashet. Me Mekoutal en mekoutelet. Dat is dus verder helemaal geen probleem. Passivum van de piel. We kunnen volgens jagers maar meteen vertalen. Neem voor mij een driejarige jonge koe. Hier. Een driejarige jonge koe of een vaars. Een driejarige geit. Een driejarige ram. Een tortelduif. Een tor. En een jonge duif. Een gozel. Dat moet hij allemaal nemen. En daar wordt een offer uit samengesteld. We kijken naar het overzicht van de woorden. In paragraaf 22.4. De warim van davar. De zaak. Magazijn, van zien, gezicht, visioen. Magen, een schild, segar, beloning. Uh, hier die onduidelijke uitdrukking Ben Meshek, meestal vertaald als de zoon van het eigendom. Dus misschien betekent het op zich al erfgenaam. Eh. Uh, Joresh erfen. Van Jarash dus. Hine ook wel hen. Zie hier betekent dat de var Hashemen, Lo, ki. Ja, dat kiem is wel belangrijk, grote vertalen met maar. En hier die mooie tegenstelling. Lo, Jaroshazen. Niet deze zal jouw erfgename zijn. Eh uh. Kiema shayet se hoe? Maar, maar uh, alleen deze die uit jouw ingewanden voorkomt, hij zal jou erfgenaam zijn. Jozef bracht naar buiten, haar sa, naar buiten, we hebben al de verbazing uitgesproken over dit woord hier, dat kan ik niet verklaren, ik zou hem kan verwachten, want de get krijgt geen verdubbeling. Dus we verwachten hier de compensatie. Wordt niet uitgelegd. Bejomer Abedna, kijk toch omhoog. Nabat in de Hiviel. Hashemayma in de richting van de hemel. Uzvorah Tel de sterren in Toegal, van jagal. Eh, kunnen. In de Kal, Toegal, als jij kunt. Lisporotam. Of jij ze kunt tellen. Kijk naar de sterren omhoog, of jij ze kunt tellen. En zo zal je nageslacht zijn, he, dat je dat dus niet kunt tellen. En hij vertrouwde op de Heeren en die rekende het hem als gerechtigheid. En hij uh, is. Ik heb u uitgeleid. Het is op Rishta, is om het erfelijk te bezitten. Met suffix dus. Uh, heren, heren, waaraan zal ik weten dat ik het zal erf uh, gaan? Uh, ja, die Egla, dus de jonge, uh, vaas, de jonge stieren, een heifer. Is dit drievoudig of drie? Kijk, hier zie je het mooi. In de Piel, een derde keer, in drie delen verdeeld, of in de Poual, drie, ja, nou, Moussoulash is dus eigenlijk participium in dus dan zou het driejarig moeten zijn, en is het opgelost. Maar. Ja, dat is toch niet helemaal duidelijk. En vanwege die opmerking, dus die rasje maakt. Hè, dat het in dit geval wel degelijk slaat op een drievoudigheid. Nou, dat is vooral dat werkwoord jare, vrezen, is een onderscheid met ra. -a. Dat is les 22. En dat is Genesis 15, vers 1 tot en met 9. שלום לכם, אולי הטראוט טוט דער נאָכסטער קיי